Goeiedag en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Sabine's Cravings. Ik ben Sabine en vandaag ga ik iets maken uit de smult. Smult is onze supermooie blad, heb je waarschijnlijk al vaker in de supermarkt zien liggen. Ik ga vandaag kipfricassee maken. En dat klinkt misschien onbekend of voor anderen weer juist heel erg bekend. Dit is een klassieke manier om je kip te bereiden. En dat gebeurt in een romig sausje, waardoor die heel erg sappig is van binnen en super knapperig van buiten. Dus we gaan eerst die knapperige korst maken. En dat gaan we doen met wat salie ertussen, zodat die lekker kruidig wordt. En dan doen we wat ui toevoegen, wat rozemarijn, wat bacon. En dan wordt het echt de allerlekkerste kip die je ooit gemaakt hebt. Dat weet ik zeker. Dan gaan we nog wat aardappeltjes bakken. Dat gebeurt allemaal in deze mooie skillet. Het is een mooie pan. Daar kan je dus van alles mee doen. Je kan erin bakken, maar je kan hem ook later nog in de oven zetten. We gaan beginnen met de kruiden tussen het velletje steken. We hebben hier deze mooie biologische kip. Die is wat geel van kleur, omdat hij veel mais heeft gegeten. Dan gaan we hier het velletje loshalen. En daar gaan we de salie tussen doen. Zo. Dat is zo lekker. En dan heb ik hier nog meer vel. Zo doe ik hem ook. Eentje tussen. Dan kan die kruiden er lekker zo. Lekker kruidig zijn. Dus koop wel een kippetje met een vel, anders is het zonde. Dan heb je niet zo'n lekker knapperig korstje. De pan is ondertussen warm aan het worden. Ik spoel heel even mijn handen af. En dan ga ik deze nog eventjes een beetje kruiden met zout en peper. Zo. En dit is echt zo'n gerecht wat je voor je familie maakt op zondag. Of als je gewoon lekker veel tijd hebt om te koken. Want het duurt wel eventjes. Je moet het wel eventjes de tijd geven om echt heel zacht te garen in die saus. Beetje olijfolie in de pan. Het vuur iets harder. En dan ga ik die kippenpoten erin leggen met het velletje naar beneden. Dus die laat je even lekker knapperig worden. En dit duurt ongeveer 5 à 10 minuutjes. Ondertussen ga ik eventjes de knoflook fijn hakken. En een beetje rozemarijn. Mag wel lekker grof hoor. En die ga ik dan nog even toevoegen. En ik leg een beetje van die knoflook op de kip, want ik wil niet dat die helemaal gaat verbranden. Even het vuur iets zachter. Want het ziet er echt al super goed uit. Kijk. Wauw. Lekker knapperig korstje. Dan heb ik hier nog wat pancetta. In het recept staat bacon, maar wij gebruiken lekker pancetta. Ik ben hier echt dol op. En die snij ik eventjes in grove stukken. En we hebben een ui in ringen. Die pancetta doe ik erbij. En de ui ook. Gaan we dan meebakken en dan gaan we nu de kip omdraaien. De bovenkant is lekker knapperig geworden. Kijk hoe prachtig. De ui bakken tot hij een beetje bruinig is geworden en dan gaan we de wijn toevoegen.
mijn favoriete gedeelte. En een beetje bouillon om de saus te maken. En die gaan we straks nog op een hele bijzondere manier afmaken. Nou, dit ruikt echt al fantastisch. Die salie met die rozemarijn en die ui. Echt te gek. Oké, als de ui een beetje goed is en een beetje bruin begint te worden, gaan we dus de wijn toevoegen, 100 ml. Zo, gewoon witte wijn. Die gaan we eventjes in laten koken en dan voegen we wat bouillon toe en dan doen we de deksel erop. Ik gebruik nu gewoon Sauvignon Blanc. Die is een beetje fris en is gewoon prima. Ik gebruik alleen een niet te dure wijn, want dat is een beetje zonde. Dan doe ik een klein beetje bouillon erbij. En dan doe ik de deksel erop en laat ik dat lekker prutten. Nou, dat ziet er helemaal goed uit. En ondertussen gaan we nog eventjes een aardappeltje maken voor erbij. En dan heb ik hier nog wat krieltjes. Die ga ik even doorsnijden. En die ga ik zo op hun buik in de pan bakken. Die mogen lekker knapperig worden. Even kijken hoe dit gaat. Het ruikt echt zo lekker. Kijken naar de aardappeltjes. Ja, die gaan goed hoor. Nou, dat ruikt ook te gek. Dus ik heb hier een beetje citroensap en dan ga ik die eieren ga ik scheiden. Het eiwit doe ik in dit glas. Dan doe ik de eidooier in het glas. Zo. Ik ga ondertussen heel eventjes de aardappeltjes omdraaien. Anders worden ze te bruin. En dan doe ik er een beetje rozemarijn bij. Eidooiers met het citroensap eventjes loskloppen. Dan gaan we die straks gebruiken om de saus te binden. Om lekker een beetje romig te maken. Zo, zet ik aan de kant. Heb ik hier nog wat salie. Die ga ik gebruiken als finishing touch. In een propje. En snijden. Heerlijk. Die kip gaat goed. Hij ruikt echt... Heerlijk. Ja, echt heel lekker. Gewoon een beetje ouderwetse geur. Heel lekker. We hebben hier dus die... eidooier met een beetje citroensap. Ik denk dat we wel klaar zijn om die saus een beetje dikker te maken. Dus die gaan we toevoegen. En ondertussen ga ik het een beetje mengen. Voor de kip aan de kant. Kijk, dan wordt het een beetje zo'n romig sausje. En dan moet je hem eigenlijk gewoon meteen opdienen. Dus ik klop een beetje met mijn vork, zodat het goed mengt. En dan gaan we nu nog met een lepeltje die saus lekker over die kip. Zo lekker. Hebben we hier nog een beetje van die heerlijke salie. Die doen we er overheen. En dan zet je hem zo gezellig op tafel. Dat wordt echt super lekker genieten. En het recept komt uiteraard weer bovenaan staan. Super leuk dat jullie weer keken. Laat even weten of je het leuk vond, deze video. En we zien jullie volgende week weer. Tot volgende week.